Yo gasten, Darf hier met vandaag een nieuwe video op het kanaal van Fish. Zoals de titel al zegt, gaan we het vandaag hebben over een manier van spelen, namelijk flanken. De gameplay die je ziet is gewoon een hele eenvoudige kill confirm gameplay op Black Ops 2, namelijk op een DLC map genaamd Grind. Met de MTAR-X, of nee, ja, gewoon de MTAR, niet de MTAR-X, die zit Ghost. Dat is weer heel wat anders. Leuk, al die Call of Duty door elkaar. Flanken dus. Nou ja, ik zal even uitleggen waarom ik tot dit onderwerp ben gekomen. Ik heb namelijk 2 weken geleden ook een video geüpload op het kanaal van Fish. Of Fish heeft een video van mij geüpload op zijn kanaal 2 weken geleden. En dat ging over een bepaalde speelstijl, namelijk patrouilleren. Hierop waren een aantal reacties die zeiden dat het wel een beetje erg veel campen leek. En dat klopt ergens ook wel. Maar ik ben niet helemaal mee eens met die mening dat campen bijvoorbeeld altijd een slechte speelstijl is. Volgens mij ben ik een van de weinigen daarin, maar so be it. Ik vind namelijk dat in sommige situaties campen spelen, of in betere verwoording verdedigend spelen, in sommige situaties, niet een heel potje lang, de beste oplossing is. In deze video wil ik laten zien dat je ook met andere speelstijlen in bepaalde situaties heel goed kan spelen of hele goede scores kan halen. En vandaar dus het onderwerp flanken. Denk zelf dus even het volgende scenario in. Je speelt tegen een tegenstander die vaak op hetzelfde plekje gaat zitten. Komt voor, we kennen het allemaal, of dat nu objective play is of dat hij gewoon gierig is. Dat maakt even niet uit, gewoon het feit is dat hij vaak op dezelfde plek gaat zitten. Het feit is natuurlijk ook dat hij daardoor de mapcontrol heeft, vaak heel veel kills haalt en zelf niet vaak doodgaat. Hij zit op een goede positie. Denk er bijvoorbeeld maar in op Terminal in MW3. Hebben die Hall of Death, nou dan kan je op zo'n gebouwtje zitten en dan kan je heel goed dingen overzien. Terwijl je zelf makkelijk in leven blijft en zelf makkelijk kills haalt. Denk je even in dat iemand daar zit. Het probleem is natuurlijk dat hij zit daar lekker, haalt lekker zijn kills. En hij wil niet dat hij een killstreak gaat halen. Als hij dat doet, als hij een Ace Monteur die haalt, een Osprey-gun of misschien zelfs een Moab, dan word je 1 vernederd en 2, je hele team wordt zwaar afgeslacht als hij een Ace Monteur die heeft. Dus het is lastig om zelf kills te halen en een objective te gaan spelen. Dus je wil natuurlijk voorkomen dat hij niet zijn killstreak haalt. De manier hoe de meeste mensen hierop reageren is als volgt. Je gaat direct naar de boosdoener toe, gewoon die directe route, meteen door en je probeert hem te killen. Eigenlijk gewoon lekker erop afrachen. Sprinten, rushen. Ja, weet je, zo doen we dat allemaal toch meestal. Maar wat men vaak in de vlugheid vergeet, is dat die tegenstander op een streak zit, op een power position zit. Als je dan dus frontaal de gunfight aangaat, dat betekent dan dus dat jij open en bloot de gunfight aangaat tegen een tegenstander die in cover zit, op een hogere positie, met een goed wapen, met genoeg ammo. Wie weet wat hij allemaal heeft. Dat is niet heel chill in jouw voordeel. Meestal ga je dan gewoon dood als je in een... Kijk, dat dus bijvoorbeeld, zag je dat net in de gameplay, ik stond net achter cover. Iemand liep midden in het open, kan ik prima killen. Als jij zo'n gunfight aangaat, ja, dan kan je meestal gewoon schudden. Dat is dus ook gewoon in zo'n scenario. Wat je dus wilt doen, is iets anders. En dat is dus waar we het nu over gaan hebben, flanken. Het is gewoon eigenlijk... Dat is gewoon zo. Flanken is gewoon de meest nuttige tool voor een rusher. Je kan flanken het hele potje lang doen en het werkt in zoveel scenario's. In principe is het heel simpel wat het is. Je zorgt gewoon dat je achter de vijand komt en de gunfight aangaat vanuit de positie die voor jou nuttig of die voor jou voordelig is. Of gewoon je vijand killt terwijl die met zijn rug naar jou toe staat. Op zich, het uitvoeren van flanken is in theorie best wel simpel. Je zorgt gewoon dat je wat stealth perk hebt, zoals Ghost of Assassin. Ligt een beetje aan welke Call of Duty je speelt. Dead Silence. En als je Advanced Warfare speelt, natuurlijk ook Blast Suppressor. Is natuurlijk heel handig dat je lekker je extra movement kan gebruiken zonder op de radar te komen. En je moet gewoon zorgen dat je niet in de line of sight komt van je tegenstander. Eigenlijk hem vermijdt zo lang mogelijk. Achter hem probeert te komen via een flankroute, via een buitenste route van de map. En dan, gewoon achter hem komen. Dat is heel simpel. En dan pas de gunfight aangaan. Flanken werkt niet alleen in dit soort specifieke scenario's. Dat je echt achter zo'n camper komt. Maar je kan het ook gewoon doen tegen tegenstanders die echt goed objectives spelen. Wat je hier op grind heel vaak hebt. Is dus je hebt de Domination B-vlag zit precies hier in het midden. En vaak heb je een soort padstelling hier zo in het midden van de map. Beide teams zitten een beetje tegenover elkaar. Beschieten elkaar een beetje. Zoals ik hier nu in een gunfight ben met een kerel die in cover zit. En ik zit ook in cover. Ja, dat is heel lastig. En natuurlijk, het is veel chiller als jij omloopt, achter de vijand komt en ze gewoon zo hun hele linie eigenlijk aan gort knalt. Zodat jouw team verder kan pushen, mapcontrol heeft en chill de vlag kan cappen. Dat zijn de ideale situaties die je eigenlijk wil hebben voor zulke soort dingen. Nu is het natuurlijk heel confirmed over iets anders. Maar het is natuurlijk, ja... Bekijk het zo. Uiteindelijk, gunfights zijn vaak gewoon een 50-50
kans dat je hem wint. Als je gewoon een normale gunfight hebt waar men elkaar frontaal aangaat. Even terzijde of iemand nu heel goed is of niet. We gaan er gewoon even vanuit 50-50. Gelijk kans, je hebt alle twee evenveel health. Ja, dan is het natuurlijk, dat is niet chill. Je wil natuurlijk zorgen dat de kans dat jij de gunfight wint veel groter is dan dat de kans is dat je tegenstander de gunfight wint. Dat soort dingen kun je natuurlijk, jouw kans kan je gaan vergroten door bijvoorbeeld achter cover te zitten. Zorgen dat je het meeste health hebt, dus zorgen dat je een gunfight aangaat als je volle health hebt. Dus zorgen dat als je net uit de gunfight bent gekomen en je ziet nog iemand, dat je eerst terugtrekt, achter cover gaat zitten. Ja, dat is natuurlijk ook een stukje kennis en ervaring van, ja, hoe lang speel je ook Call of Duty, dat je weet van, oké, deze kerel kan ik nog wel aan na een gunfight die we hebben gehad, oké, nu niet. Dat is je grenzen weten. En dat is ook gewoon iets wat met de tijd komt, hoe lang je Call of Duty speelt. Maar mijn punt was, dus ik ben een beetje heel erg aan het uitweiden, is dat je je kans moet vergroten om de gunfight te winnen. Dat kan je dus ook doen door, als je nou van de FD's kan, wat is makkelijker te killen? Een tegenstander die op jou schiet en jij op hem? Of een tegenstander die met zijn rug naar jou toe staat? Ja, dat dacht ik ook. De kerel die natuurlijk met zijn rug naar jou toe staat, is veel makkelijker te killen. Je loopt je niet het risico om zelf dood te gaan, omdat je niet de kogels opvangt van iemand. Klinkt niet altijd even ver en eerlijk. Tuurlijk, mensen, we hebben er allemaal een hekel aan als we in onze rug worden gekild. Maar het is natuurlijk wel veel makkelijker om dan kills te halen. En ja, als je wil winnen, dan moet je de tools gebruiken die je tot je beschikking hebt. Als jij... Als men in een oorlog gaat zitten, ja, maar dat is niet eerlijk als we zo vechten. Ja, nou ja, dan kan je net zo lang wachten tot de vijand niet eerlijk gaat vechten. Dan ben je zelf de sjaak. Dus ja, dat is een beetje mijn instelling daarin. En daarom deins ik er ook niet zo voor terug om soms verdedigend te spelen. Maar ja, dat ben ik. Reageer er gerust op. Ik vind dat altijd hele interessante gesprekken die je daarin kan hebben in de comments. Dus. Maar ja, flanken is dus een ideale manier om dus jouw kansen op een winst in een gunfight te verhogen, doordat je jouw positie beter bepaalt door achter je vijand te komen. Natuurlijk is in theorie flanken vrij simpel. Het is namelijk zo, je zorgt dat je achter de vijand komt via een zijroute. Hun killt, spawnflipt, je haalt hetzelfde, gaat naar de andere kant van de map, komt weer achter ze, spawnflipt, nou ja, enzovoort, enzovoort. Natuurlijk kan het ook in de praktijk voorkomen dat de spawn niet flipt en dat vijanden dus vervolgens naast jou gaan spannen, voor jou, achter jou, whatever, dat jij dus echt midden in de vijanden zit. Dat zijn inderdaad momenten, ja, daar moet je dus op kunnen anticiperen, improviseren, dat is het woord wat ik zoek. En dat is ook gewoon iets van, ja, ben je goed in Call of Duty of niet? En dat is ook gewoon iets wat je leert door de tijd heen. Dus volgende keer als je lekker aan het rushen bent, neem een keer de langere route. Zorg dat je achter je vijand komt. En dan heb je een aantal makkelijke kills. Altijd leuk. En ja, mijn tip is natuurlijk ook, blijf altijd opletten, ook als je rusht. Want je weet nooit wat er kan gebeuren. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie wat hebben aan deze tips. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als je vragen hebt over het een of ander, stel ze gerust via een comment. Ik vind het, ja, best wel leuk om die comments gewoon en die vragen te beantwoorden. Dus zeker doen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.